Hij komt uit Zuid-Afrika, deze plant. En dit is dus de Anobius congensis. Het is eigenlijk gewoon een wortelstokplant. Dus hij groeit als het ware in een horizontale wortel. Hij is alleen anders dan andere wortelstokplanten. Omdat hij heeft een heel uniek blad. En ik geef het 2 gratis weg. Ik heb er nog een aantal over daarachter. Maar die kan je dus met korting kopen op de webshop. Daar zit een linkje van in de beschrijving. Mocht je de gratis gemist hebben. Nou, wat deze plant ook uniek maakt, is hij heeft een soort dikke wortels, zoals je ziet. Anders dan een Anobius nana of een Anobius bacterie. Die heeft voornamelijk wat fijnere wortels. En deze heeft wat dikkere wortels. Komt natuurlijk ook omdat hij in bovenwatervorm is gekweekt. Maakt hij gewoon een heel stuk dikkere wortels aan. Is een beetje voor de midden en de achtergrond. Het is ook een plant die een beetje solitair gehouden kan worden. Omdat hij dus vrij fors wordt. Want hij groeit dus zoals je ziet in deze richting. En deze bladeren schieten omhoog. Hij werkt als het ware trapgewijs. Met de nieuwste bladeren die het grootst en het hoogst worden. En daardoor kan je hem goed gebruiken om de stroomrichting in je aquascape te bepalen. En met stroomrichting bedoel ik eigenlijk niet de stroming van het water. Maar bedoel ik eigenlijk hoe je de stukken aquascape neer gaat zetten, zodat ze in een bepaalde richting gaan om meer diepte te creëren. Hij heeft dan voor zacht tot medium water nodig, dus niet al te hard. Ik heb hier een omgeving Gouda, is natuurlijk vrij hard water. Er zit overal kalk, als je kijkt op die bakken en zo. Overal zit gewoon kalk. Ik heb er op zich geen probleem mee, dus ik zou zeggen, probeer het als je een wat hogere KH of GH hebt. En dan moet hij het gewoon gaan doen. Vrij unieke plant. Het is ook echt een plant, daar moet je van houden of niet. Want ik heb er zelf, in mijn privé aquarius kon ik deze nooit houden. Maar bijvoorbeeld hier, als ik hem hier ga houden in bakken, of ik hou hem hier in van die dingetjes die ik daar heb staan, heeft hij het eigenlijk altijd wel goed gedaan. Nou, ik krijg dus 2 gratis en je krijgt wat korting. Als je de 2 gratis hebt gemist of je wilt er nog meer hebben, staat ook van in de beschrijving, zoals ik al zei. En hoe deze plant nog verschillend is, buiten alle andere Anobius soorten, is die wortelstok, die wordt een heel stuk dikker, zoals je ziet. En het is ook een vrij forse plant, wat hem bijzonder goed geschikt maakt voor cyclida aquarias, warmwater aquarias. Hij heeft ook wat warmer water nodig dan een normale Anobius, dus minimaal 23 graden. Kan hem ook minder houden, maar dan groeit hij nog slomen. En aangezien dit ook al een vrij sloom groeiende Anobius plant is, adviseer ik dat niet, tenzij het je natuurlijk niet uitmaakt dat als je gewoon een hele langzame groeiende plant hebt. Stekken is heel simpel. Dit doe je op 1 manier, net zoals eigenlijk alle Anobius soorten. Doe je gewoon die wortelstok pakken en die knip je gewoon door de midden. Dat tweede stukje zet je ergens neer en daar komt dan na verloop van tijd, ongeveer 2 tot 3 weken, komt daar weer een nieuw worteltje aan en heb je er eigenlijk 2. Kan wel ietsjes lastig zijn om deze uit het potje te halen, maar dat ga ik je nu laten zien. Oké, dus zo haal je hem uit het potje. Omdat hij dus vrij grove wortels hebt, kan je hem heel moeilijk zo uit dit potje halen, zoals je ziet. Nou, gaat eigenlijk wel makkelijk, maar ik kan er dus problemen mee hebben, laat ik het zo zeggen. Dat ging niet echt helemaal goed. Maar wat ik sowieso zal doen bij deze plant, is sowieso al die harde wortels afknippen. Maak die stresshormoon aan, gaat het gewoon weer goed doen. Blokje breek je door 2. Zo, en dat trek je er gewoon af. En omdat hij dus vrij grovere wortels heeft, kan je de rest kan je gewoon letterlijk eraf trekken. Je hoeft hem bijna niet te spoelen. Je kan hem wel spoelen. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Je zou hem alleen maar kunnen spoelen om dan bijvoorbeeld het laatste beetje eruit te halen. Nou, het is echt super simpel om deze uit het steenwol te halen. En zoals je ziet, is die echt binnen een mum van tijd, is die gewoon al klaar. Hier is het steenwol af. Hierboven zit nog een klein beetje. Nou, dat kan je gewoon letterlijk eruit trekken. Of een beetje met een schaar zo ertussen vroeten. En dan gaat het eraf. Of in het water of op de tafel. Gewoon even wrijven. Hoppa. Zie je? Het is er nu al grotendeels af. Dus dat is de Anobius congensis. Ik weet niet of ik al heb uitgelegd voor mij wel in de vorige video. Dat voor elke afspeellijst waar nog +4, +3, +2 of iets anders achter staat. Daar kan je dus nog gratis aquariumplant bij krijgen. Zolang dat er dus nog achter staat, staat nog een linkje van in de beschrijving. En dan kan je die tegelijkertijd meenemen gratis met deze aquariumplant. Dus hier zit nu die playlist. Klik er maar op en dan zal je zien dat er vast nog wel eentje zal zijn met +4, +3 gratis. Die je tegelijkertijd kan meenemen met deze plant. En veel plezier met zoeken. Staat die er nou niet op? Ja, dan heb je gewoon pech. Doei!